Het zijn juist hele gewone, amicale, vlotte praters die de tijd nemen om eerst bij je langs te komen. Ze nemen een bosje bloemen voor je moeder mee en ze nemen een paar leuke kleinigheidjes voor je kinderen mee. En na een paar maanden heb je het idee, ik heb er een vriend bij en dan slaan ze toe. Denk je wel eens bij jezelf, het zou mezelf ook hebben kunnen overkomen? Ja. Ik had er ook in hebben kunnen tuinen. In dit soort charmeurs, daar kan iedereen in tuinen. Als je dat namelijk niet in je leven toelaat, dan kom je ook nooit meer nieuwe vrienden tegen. En waarom gebeurt het bij jou niet en bij die anderen wel? Dat die oplichters dat niet meer durven bij me. Dan weten ze zeker dat ze in het programma zitten. Wat vind je van die gigolo die nu net in Duitsland is veroordeeld vanwege oplichting van de rijkste vrouw van Duitsland? Ja, dat vind ik dan toch zo'n fascinerend verhaal, dat zo'n rijkste vrouw van Duitsland dan een gigolo moet inhuren om kennelijk aan de trekken te komen. Of hoe moet ik het anders uitdrukken? Ja, kennelijk wel. Gewoon een ordinaire trekken. Ik vind het fascinerend dat zo iemand dat doet. Dan denk ik, wat een eenzaamheid zal er dat toch achter zitten. Hè? Wat je ook heel veel ziet, we hebben een aantal zaken gehad de afgelopen jaren waarbij grote groepen christenen werden opgelicht. Omdat zo iemand zich dan begeeft in die christelijke wereld en daarmee als medegelovige ook een heleboel vertrouwen opwekt bij mensen. Ik herinner me inderdaad een paar gevallen bij opwekkings- en pinkstergemeenten. Ja, klopt. Ja. Mensen die grote bedragen geïnvesteerd hebben en dat geld kwijt zijn. Ja. Je bent dus eigenlijk lid van de grootste familie van Nederland, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik moet er wel even aan wennen, hoor. Want Jan Smit en Jolante Kabaal van Kasbergen en anderen. Ja, het is een aparte melange. Nou, het is Hollandse volkscultuur. Ja, en wij zijn daar heel... De Tros is een omroep met burgerlijke waarden. In de positieve zin van het woord burgerlijk. We zijn er gewoon voor de burgers. En heel veel van die mensen houden van volksmuziek. En de Tros die probeert daar ruimschoots in te voorzien. En hetzelfde doen we voor mensen die vermist zijn met een programma's Vermist met Jaap Jongbloed. Of met een programma's Opgelicht of Radar. Of een programma als Eén Vandaag. Als mensen bij de Tros ergens van doordrenkt zijn, dan is het wel dat wij niet op een hoger plan staan dan de gewone mensen. Maar dat wij proberen die gewone mensen te voorzien in hun informatie. Of in waar ze recht op hebben. Maar inspelen op burgerlijke waarden bij de Tros wil mogelijkerwijs nog niet zeggen dat jij zelf burgerlijk bent? Ja, nou, in zekere zin wel, ja hoor. Ja, ik ben wel van de fatsoen en de moraal en ja, zeker. Nou, dat is wat anders, vind ik nog. Maar burgerlijk. Ja, maar in de positieve zin van het woord burgerlijk. Burgerlijk is helemaal niet zo'n vies woord. Dat betekent gewoon zoals de gewone mensen zijn. En ik vind gewone mensen klinkt misschien nog wel denigerender dan burgerlijk. Maar ja, toch, ja, maar het gaat er niet om dat wij hebben helemaal niks met het grachtengordelgedoe. Nee. Nee, daar heb ik ook werkelijk helemaal niks mee. Nee. Nee. Maar daar kan je je dus makkelijk in vinden, tot je lengte van jaren. Ik voel me daar zeer bij thuis, ja. Ja. Wat is er trouwens mis met dat grachtengordelgedoe? Nou, wat ik er eigenlijk mee bedoel is dat er een soort intellectueel sfeertje is van mensen die denken dat zij uitverkoren zijn en dat zij degene zijn die de mening in Nederland bepalen of het beste kunnen weergeven. Nou, dat is gewoon niet per definitie zo. En ik ben erg geïnteresseerd in de problemen van gewone mensen waar ze tegenaan lopen en wat wij daar, juist als publieke omroep, voor kunnen betekenen. Antoine Hesselberg, het was een feest. Dankjewel. Graag gedaan. Gerard Klaassen in gesprek over leven, werk en geloof in de rubriek Anders Denkende. RKK is er vanavond weer met om 7 uur Franciscus Troubadour van God en om 11 uur Verum Bonum Pulchrum. En alle details vindt u op www.zondagenzo.nl. Ik wens u een fijne middag verder. Het weekend van Radio 5. Oom. De Lotusvijver. Presentatie Sharda Bala. Namaskar en welkom in een nieuwe uitzending van de Lotusvijver. We doen elke dag allemaal dingen omdat we het prettig vinden. Of omdat we ervoor betaald worden, of omdat anderen het van ons verwachten. Maar iets doen zonder aan het resultaat te hechten? Iets doen zonder dat het je iets, materieel of immaterieel, oplevert? Dat is bijna een onmogelijke opgave. Bijna onmogelijk, maar niet voor iedereen. Mata Amrita Nandamayi is een voorbeeld van dingen doen zonder verdere verwachtingen ervan te koesteren.
Deze Indiase hindoe-heilige reist de wereld rond en inspireert door haar eigen leven anderen om zich ook belangeloos in te zetten. Ook komt Amma, zoals ze liefkozend wordt genoemd, elk jaar naar Nederland. En om deze komst mogelijk te maken en om vele duizenden bezoekers en Amma dichter bij elkaar te brengen, zijn vele handen nodig. Nu blijkt dat gewone bezoekers zich willen inzetten om de komst van Amma in Nederland mogelijk te maken. Sommigen nemen speciaal vrij om te helpen in de keuken of te staan bij het ontvangst of parkeerplekken aan te wijzen aan mensen die naar Amma komen. Wat drijft deze mensen? En denken zij dat belangeloos handelen echt mogelijk is? Of doen we toch allemaal niets voor niets? Jij die overal zoekt naar geluk, hoe kun jij die vinden zonder je ijdelheid op te geven? Totdat de mededogende moeder van het universum in je hart schijnt, hoe kun je gelukkig zijn? De geest waarin toewijding aan de allerhoogste kracht niet levend is, is als een bloem zonder geur. Zo'n geest zal worden gedwongen om in ellende heen en weer te slingeren. Wees niet gevangen in de klauwen van de gier, bekend als het lot. Vereer het zelf in eenzaamheid. Wacht niet op de vruchten van je handelingen. Vereer de vorm van het universele zelf in de bloesem van je hart. Sarah uit België, die zet zich ook belangeloos in. Hè? Waarom doe je dat eigenlijk? Ik doe dat ook omdat ik Amma wil dienen. Uit liefde voor Amma. Omdat het Amma's weg is om mensen te dienen eigenlijk. Maar ook voor mezelf ergens om door te geven. Ontwikkelt je veel liefde in jezelf. En dat geeft een goed gevoel sowieso. Om te veranderen te kunnen zijn en andere mensen gelukkig te maken. En jezelf eigenlijk een beetje... Jezelf een beetje eigenlijk aan de kant te zetten en door voor de andere mensen willen zijn. In plaats van in je egoïsme te blijven steken eigenlijk. Dat geeft ook een goed gevoel voor jezelf. En daarmee maakt je de wereld natuurlijk ook veel mooier. En dat is toch wat we allemaal willen eigenlijk, een mooiere wereld. Dus als iedereen dat zou doen, dan zou de wereld er stukken mooier uitzien. Daar ben ik van overtuigd. Hoe kom je tot deze inzichten? De meeste mensen, volgens mij ben je een jonge vrouw van... Ik denk, 29. 29, ja. Kijk, de meeste zijn bezig met een carrière, een opleiding... He, man, kinderen of vriend, kinderen. In elk geval hele andere dingen dan waar jij het nu over hebt. En hoe ik erbij kom? Ik weet het eigenlijk niet, maar het is iets dat al van kind af aan eigenlijk in mij zat. Ik weet dat ik heel klein was en ik ging naar de kerk met mijn ouders. En er kwamen missiezusters of zo spreken en preken houden in de kerk. Dat ik al heel sterk voelde van wow, dit is iets wat ik zou willen doen. Ik zou iets voor de wereld willen doen. Ik zou ook de wijde wereld willen intrekken, ontwikkelingslanden en van alles willen doen voor de mensheid eigenlijk. En dat is iets wat er toch wel in zat. En nu zet zich dat verder eigenlijk in Amma. En heb ik dat terug, die oude droom terug ontdekt, herontdekt eigenlijk. En nu hoop ik zo er iets aan te kunnen doen eigenlijk. En waarom niet in de kerk? Omdat dat ik daar toch niet helemaal mijn ding heb gevonden in de kerk eigenlijk. De Jezusfiguur heb ik altijd heel veel van gehouden. Maar nu is er Amma als een soort Jezus die er in levende lijven echt is. En echt mij heel hard inspireert, want ze is lijfelijk aanwezig eigenlijk. En,